En daarvan nader het vierde en het zesde vers. Wij zeggen nu Psalm 89, vers 4 en 6. God is op het hoogst geducht in zijn heiligen raad. En vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroom staat. Wie is als gij, o Heer, o God der lege scharen? Wie is aan u gelijk, wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt, o Heer, ja, eindloos in vermogen. Uw onverbrekelijke trouw omringt u voor elks ogen. Gij schiep het bar noord en het zoele zuiden saam. Ginds juicht een Tabor, hier een Hermon in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand heeft groot vermogen. Uw rechterhand is hoog, uw troon blijft onbewogen. Van recht en van gericht zijn vaste steun ontlenen. En waarheid en genade gaan voor uw aanschijn heen. Psalm 89, vers 4 en 6.
Is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen enig werk zijner handen. Amen. Thans vragen wij uw aandacht voor het gedeelte wat wij uit Gods woord wensen voor te lezen. En u vindt opgetekend in Jona 4. Wij herzeggen u Jona 4. Dit verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot een Heere en zeide: och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: is uw toren billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des andere daags in het opgaan van de dageraad. Die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd.
En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zeide God tot Jona, is u toren billig ontstoken over de wonderboom? En hij zeide, billig is mijn toren ontstoken, ter dood toe. De Heere zeide, gij verschoont de wonderboom, aan welke gij het niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, daartoe veel, veel, tot zover. Zoeken we het dan samen het aangezicht des Heer. Heere, het mocht u behagen om door den Heilige Geest indrukken in ons hart te werken, dat we het ons onderwinden te spreken tot u die de God zijt van hemel en van aarde. Tot u die eigenlijk alles zijt, terwijl wij in wezen minder dan niets zijn. Opdat wij ervan doordrongen mochten wezen, niet alleen hoe klein, in wezen minder dus dan niets, maar ook hoe rechteloos we zijn, zodat wij nergens aanspraak op kunnen maken. Maar nu hebben we het uit uw eigen woord gehoord, dat uw knecht Jona getuigt, ik wist wel dat gij genadig zijt, barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Heren, daar zijn wij levende bewijzen van. Want we mogen met de dichter van de oude dag wil instemmen, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zou het dan bestaan, zonder van bedrijf en van nalatigheid. Wat hebben we gedaan dat we niet hadden mogen doen? Wat hebben we nagelaten dat we zeker hadden moeten doen? Dan is er, mocht dat in de waarheid zijn, niet anders dan beschaamdheid des aangezichts. Wat is het dan een wonder dat gij ons als met de bezem des verderfs nog niet van voor uw aangezicht heb weggevaagd. En nu spreken onze lippen deze woorden wel, maar dat dat nu is de gestalte van onze ziel zou mogen wezen, u goed voor zulke wezen slechte mensen, maar we zijn zo slecht nog niet in eigen ogen, als u onszelf niet komt te ontdekken aan wie en aan wat we zijn. Dat we dan verwaardigd werden daar vandaan, dit ogenblik, dit avontuur, nog als een wonder te mogen beleven, terwijl we toch zielen hebben die onsterfelijk zijn en daarmee op reis naar de eeuwigheid. We denken maar gewoon over zo'n anderhalf uur samen zijn, terwijl het in wezen zo ontzaglijk gewichtig is, omdat het loopt over de dingen der eeuwigheid, over het heil van onze armen en ons sterfelijke ziel. Ach, wil dan het verstand des verstandigen nog eens te niet doen,
opdat wij in afhankelijkheid van licht des Heilige Geestes zouden mogen luisteren en zouden mogen spreken. Opdat in de eerste plaats uw volk voedsel zou mogen krijgen voor hun ziel. U hebt het toch beloofd dat gij ze zult verblijden en verkwikken in uw bedehuis. Ach, laat dan op dit ogenblik door die geest der genade en der gebeden nog eens een waar bedehuis mogen zijn. En dat we dan verwaardigd werden niet onszelf, maar om eens waarachtig u te bedoelen. Zoals de dichter zegt, in u is al mijn heil, mijn eer, om in uw eer onze zaligheid te mogen leren zoeken en ze ook te mogen vinden. Om dan uit uw eigen woord, vanuit dat eenzijde godswerk, te worden onderwezen hoe heilig zijn dan, o God, uw wegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Als we dan niet alleen zien uw almacht, maar ook uw vrijmacht, die vrije gunst, die eeuwig u bewoog, o, dat daarin nog uw woord nog eens ontsloten mocht worden voor ons hart en voor ons leven. Opdat ook nog arme, onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid nog eens tot u bekeerd mochten worden. Misschien zijn er vanavond in ons midden die het niet meer weten. Die geen raad meer weten. Die er eigenlijk, om het eens eenvoudig te zeggen, geen gat meer in ziet. Die eigenlijk met een rug tegen de muur staat. Die eigenlijk niet anders voor ogen hebben als voor eeuwig verloren te gaan. Heren, maak het ze er eens mee eens. Doe ze eens bukken en buigen onder uw heilig recht. Dan is er geen zaliger val dan te vallen onder en voor uw recht. Want lieve en aanbiddelijke Heer Jezus, gij hebt nog dieper gebukt dan dat uw volk gevallen is. Om dan als een gevallen zondaar, afgesneden van alle hoop, uit het land der levenden, die levensbron en levensvorst en levensboom, te mogen leren kennen, het leven van het leven. Heer Jezus, openbaar en verklaar u zelf, dan nog eens uit uw woord, o vanavond, wees met hem, die uw boodschap hoopt te brengen. Zien op zichzelf is het altijd weer een onmogelijke taak. Want Heren, uw woord is toch eigenlijk een brief vanuit de hemel geschreven. En dan hebben we toch eigenlijk geesteslicht nodig om die brief te mogen lezen en verstaan. Het loopt niet over begrijpen, maar schenk ons wat van dat wereld en zonde overwinnende geloof als uw gave alleen. Verheerlijk dan uw naam in het ontsluiten van dat eeuwig blijvend getuigenis, omdat we ervoor bewaard werden niet onze eigen mening te verkondigen, maar naar de mening des Geestes, uw woord, als een lamp op ons voetpad te mogen ontmoeten. Uit genade. Amen.
Mijn geliefde, wij zouden het naspeuren van het boek van Jona vanavond willen besluiten met het vierde hoofdstuk en daarvan nader de laatste drie verzen. Dus dat is Jona 4, vers 9 tot en met 11. Toen zeide God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide, billijk is mijn toorn ontstoken, ter dood toe. En de Heere zeide, gij verschoont de wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, nog die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En zou ik die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, en daartoe veel vee, tot zover. Voor we echt ertoe overgaan er met elkander van te spreken, zingen we eerst nog samen uit Psalm 77, vers 7 en 8. 77, vers 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelfde uitkomst merken. En in plaats van bittere kracht daarvan spreken, dag en nacht. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw oogheid tegen wie. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet, op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Psalm 77, vers 7 en 8.
God tot Jona, is uw toren wil ik ontstoken. En Jona zegt ja, tot de dood toe. Dat is heel wat. Er zijn in de ogen van Jona dan ook verschillende oorzaken voor. Jona heeft het eigenlijk heel niet naar zijn zin. Weet u waarom niet? Jona is het niet met God eens. Dat is een hele zaak. Kijk. Als wij als onbegenadigd mens het niet met God eens zijn, dan is dat onze natuur. Want van nature zijn we God en onze naaste hatende. Dus dan is het nodig dat er in ons leven een ogenblik aanbreekt dat we het met de Heere eens gemaakt worden. Maar als nou een kind en een knecht van God het niet met hem eens is, dan wil dat toch wel heel wat zeggen. U moet nooit vergeten, er wordt zo gezegd, Jona de profeet. En nou is een profeet iemand die Gods boodschap overbrengt, die eigenlijk tussen God en het voorwerp van die boodschap, laten we zeggen, God en zijn hoorder staat. Dus die boodschap overbrengt. En dan een van God geroepen profeet, en dat is Jona ongetwijfeld, moet eigenlijk één zijn met die boodschap. Ik bedoel, hij moet eigenlijk, als het goed is, die boodschap beleven. Zo volkomen aan Gods kant vallen, dat die boodschap die hij brengt niet buiten hem omgaat. Dus niet eigenlijk alleen uit zijn mond komt, maar ook uit zijn hart. Weet je waarom? Dan krijg je een levend woord. En wat is het dan een wonderlijke zaak? Als je een van God geroepen, dus ook een begenadigde knecht van God, het met God niet eens ziet zijn. Ik heb gezegd, dat heeft verschillende oorzaken. Maar al die oorzaken zouden we eigenlijk onder één noemer kunnen samenvatten. Jona is aardig door zijn bekering heen gezakt. Ja, dat is gebeurd toen hij overboord geworpen werd. Maar ondanks de ontzaggelijke les, daar hebben we mijn zinziens een ogenblik breedvoerig bij stilgestaan, is Jona weer gauw, eigenlijk veel te gauw, een bekeerde man geworden. En die verstaat het, bekeerde mensen, dat zijn de vervelendste mensen om mee om te gaan.
Lopen maar gerust een straatje voor rond. Want dat zijn benauwers voor van je arme ziel. U zult zeggen, hoe kan ik dat weten als ik met een bekeerd mens in eigen ogen te doen heb? Denk om, ik maak verschil tussen een begenadigd mens en iemand die in zijn eigen ogen een bekeerd mens is. Weet je wat dat voor mensen zijn? Je kan ze direct merken. Je kan ze niet alleen horen, maar ook ruiken. Ik bedoel, geestelijk. Dat zijn mensen die weten precies hoe het gaan moet en waar het komen moet. En die kunnen alles direct maar een naam geven. En ze zitten nooit eens waarlijk in de put. Nou is het in de put zitten op zich geen grond voor de zaligheid. Maar ik wou toch wel even duidelijk stellen, waar waarachtig geloof is, daar blijft het ongeloof niet af. Want wat van God is, zal uit de hel worden bestreden. Als God hier van binnen een tempel bouwt, als er dus de Heilige Geest komt wonen, dan wordt het Gods tempel, dan zet de duivel er gelijk een kapel naast. Zeg, verstaat u daar wat van? Dat je ze soms tegelijk hoort preken. En dan kan het soms zo wezen dat de stemmen Gods niet naar je zin is. En als de duivel als een engel des lichts begint te spreken, dat precies, mag ik het plat zeggen, in je straatje komt. Dat precies past. Nou, die mensen die dat niet hebben, maar wat ik daarnet gezegd heb, het altijd maar weten. En zo dierbaar gesteld zijn. En weten precies hoe het gaan moet en waar het komen moet. Mijd ze maar gerust. Want dat is niet van God. Weet u waarom? Wel, de hoogste stand in de genade, dat is om onbekeerd te mogen zijn. In eigen ogen. Want er staat, ik zal me doen overblijven een ellendig en een arm volk, die niet anders hebben dan de naam des Heren om op te vertrouwen. En nou is de naam Gods is een openbaring van het wezen Gods. Dus ik mag gerust zeggen, die niets anders hebben dan een drie-enig God om daarop te leunen en te steunen. En nou is Jona weer de verkeerde man geworden. En daarom is het een ongenaakbaar, liefdeloos schepsel. Let maar op. Want waar zou je nu blijer mee moeten zijn? Als je vrucht ziet van Gods wegen op je arbeid. Ik heb de vorige keer erop gewezen dat hij dus op Gods bevel naar Nineveh gaat. Daar de oordelen Gods aanzet. Zonder enige troost. Er werd over bekering niet eens gesproken. Hij moest gewoon die stad rondgaan en zeggen, over 40 dagen wordt de hele zaak weggegaan. En niet, jullie hebben nog een kans. Bekeert je. Gaat in de raad. Dat was er helemaal niet bij. En ondanks dat er niet bij was in zijn prediking, gaan deze mensen uiterlijk althans in de raad. En zij bekeren zich, ik heb gezegd, denk erom, maak verschil tussen bekering en wedergeboorte. En zij bekeren zich tot de Heer van de koning op zijn troon. Die komt erachter, die gaat in de as zitten. Tot het gedierte des velds, dat moet zelfs vasten.
Omdat die koning zegt, ja, wij hebben die boodschap gehoord en we geloven het. En dat geloof, dat hebben ze van de Here gekregen. Want ik heb wel eens meer gezegd, de vorige keer ook nog. Als je nou nood is vrucht op je prediking ziet, dat moet dan toch wel eens noodzakelijk tot onderzoek aanzetten. Of dat je werkelijk geroepen bent. En dan bedoel ik als vrucht dit. Dat wat bij de mensen onmogelijk is, dat dat in uw leven waarheid gaat worden. Ik bedoel niet eens een traan of een zucht of weet ik het, een beetje benauwd of een beetje dit of dat. Nee, waarachtig waar. En dat is hier gebeurd. Ze meenden het. Of dat het zalenmakend is, laten we niet meer. Maar ze meenden het. Die mensen gingen echt in de rouw. En dat was van God vandaan. En Jona ziet het. En mag ik het zeggen? Mag ik het plat eigenlijk? Och. Ach, heden, dat gaat helemaal verkeerd. Met eerbied gesproken, daar kan God niet tegen. Hij zegt als het ware, let maar op hoor. Hij was het in één dag te preken, was hij al zat. Hij had zoveel vrucht op zijn arbeid. Hij denkt, dat gaat helemaal mis. Eigenaardig, hè. Vreemd. Dan kan je zien hoe gevaarlijk ook een knecht van God is. In eigen ogen bekeerd zijn. Je zal zeggen, wat had jou naar dan gewild? Wel, dat blijkt. Hij gaat die stad door. En hij ziet dat die prediking vrucht draagt. En hij voelt hier van binnen dat is van Gods wegen. Hij houdt het er niet meer uit. Hij loopt eruit. En hij gaat op een afstandje zitten kijken. Hij denkt misschien. Wie weet. Wie weet wordt nog de hele stad omgekeerd. Het is eigenlijk wat. Maar is een mens na ontvangene genade toen in staat, hè? Dat kan geen kwaad, om dat zo eens eventjes te tekenen. Hij gaat op een afstandje zitten kijken. Die 40 dagen zijn om. En er is niks gebeurd. En dan wil hij dood. Ja, hij zit niet eens met God. En hij ziet niks meer in het leven. Hij zegt, Heere, laat me maar sterven hoor, want ik heb er helemaal geen zin meer in. Zeg, heb je dat ook wel eens gezegd? Ik wou dat ik mij dood was. Waar kwam dat dan uit voort? Omdat je je zin niet kreeg. Dat je te benauwd had. Dat je te veel tegen had. Dat je te veel medelijden met jezelf had. Of dat je niet was die je moest zijn. Dat kan ook. Dat zou ik je van harte gunnen. Dat je zo tegen het leven opzag. Heb je het wel eens gezegd, Heere? Als ik toch niet bekeerd kan worden, neem me dan maar weg. Want langer tegen u zondigen. Kan ik niet. Kijk, dan ligt het eventjes anders. Maar Jona heeft eigenlijk medelijden met zichzelf. Hij zegt, daar heb ik mijn eigen daar een hele dag voor ingespannen. Ik heb ze lopen vertellen dat God de stad om zou keren en het gebeurt nog niet eens. Maar waarom is die dan zo nijdig? Is Jona dan zo bloeddorstig? Nee. Maar wat is het dan? Dat zal ik u zeggen. Als God naar de oorzaak vraagt van zijn toren, dan zegt hij, ik wist wel dat u was genadig, barmhartig en groot, langmoedig en groot van goede tierenheid, berouwhebbende
over het kwaad. Dat wist ik wel. Maar nou gaan we dieper kijken. Waarom is Jona nou boos, laat ik het dan plat zeggen, omdat God dus goed is? Want er is eindig over. Dat zegt hij zelf. Zou ik u zeggen. Jona betekent eigenlijk duif. En duif is het Bijbels symbool van de Heilige Geest. Nou wil ik Jona niet zien als het symbool van de Heilige Geest. Maar hij was als een knecht Gods toch gestuurd en vervuld van de Heilige Geest. Nou opletten. En nou is die Heilige Geest in de prediking van Jona van de Joden eigenlijk weggevlogen. Geweten. Want Jona had helemaal geen zin om naar Nineveh te gaan. En toen ging het er eigenlijk nog niet eens over de goedheid Gods. Hij denkt, maar daar zit wat anders achter. En ik heb de vorige keer heb ik Jeruzalem en het land der Joden in herinnering gebracht. We gaan het nog eens doen. En gaan we een beetje de achtergrond zien van wat er in Jona omgaat. Niet om een spannend verhaal te krijgen, maar om bij onszelf terecht te komen. Ik heb de vorige keer gezegd, in Jeruzalem, stelt dat is tegenover Nineveh, daar staat de tempel. Die met heerlijkheid Gods geopend is. Lees maar eens na, toen Salomo de tempel in gebruik genomen had. Maar langzamerhand heeft het wezen der dingen plaatsgemaakt voor een dode vormelijkheid. Ik heb gezegd, er werd geofferd, er werd gelezen, er werd gedankt, er werd gepreekt en ze gingen naar de kerk. Maar, zegt de Heer, en zegt dit volk nadert wel tot mij. Met de lippen. Maar hun hart houdt zich ver van mij. En weet je wat het ten gevolge had? Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd later. Heeft hij het ze verweet? Hij zegt, gij die de profeten doodt. En ik lees ergens. Dat ze ze hebben doorgezaagd. En vat dat nou eens figuurlijk op. Gods knechten kunnen soms vermoord worden. Ook al roken de brandstapels niet meer. Ook al wordt er niet letterlijk een zwaard in de ziel gestoken. Ook al worden ze niet meer levend begraven. Gods knechten kunnen soms door een paar woorden, door een paar opmerkingen, door lasterlijke leugens, soms zo pijnlijk getroffen worden. Alleen je de vijanden bereiken en nooit het juiste doel mee. Want die waarachtig van God geroepen is, wordt juist door al die tegenstand naar God uitgedreven. Er ligt voor Gods kerk altijd winst in. Nou goed. En dat wist Jona heel goed, hoe dood de hele godsdienstige troep, mag ik het zo zeggen, voor een keer in Jeruzalem was. Er werd gepraat, er werd gesproken, er werd dagen niet rieken. Hij zegt tegen Jona weg. En nou vliegt in Jona. Want het weggaan voor Jona, het zwijgen van Jona, was een preek
voor Jeruzalem. Maar, weet je waar ik aan denk? Ik denk aan die gelijkenis die de Heer Jezus zelf vertelt. Van die arbeiders in die wijngaard. Het is dus morgen. En dan staat die wijngaard er neer, die staat voor arbeiders. Hij zegt, jongens, willen jullie vandaag werken? Ja, wat willen jullie verdienen? Nou, een penning. Hij zegt, in orde. Goed loop, goed afloop. Hij zegt, gaat maar in. Nou. En een uur later nog weer. En u kent die geschiedenis toch wel. En dan komt hij eigenlijk ter 11e uur. Begint eigenlijk al donker te worden. Het werk zal zo gedaan worden. En dan staan er daar nog. Hij zegt, gaan jullie nou ook nog maar eventjes in die wijngaard. En dan wordt er betaald. Mag ik het zo eens zeggen. Ze komen eigenlijk nog niet eens ertoe om er werk. Pakje aan te trekken. Die verstaat het. Onthoud dan onder dat werkpak de wet. Van wettische dienstbaarheid. Daar komen ze niet eens toe. Ik denk aan die moordenaar aan het kruis. Nou. En dan aan die poort worden ze uitbetaald. En die nou de hitte desdaags gehad hebben. Die krijgen een penning. En die nog niet eens aan de slag geweest zijn. Krijgen ook een penning. En dan worden ze nijdig, die anderen. Zijn we toch voor overeengekomen vanmorgen? Is uw oog boos? Omdat ik goed ben, zie je Jona zitten? Want nou heeft dat volk Israël. Dat heeft. Dat brengt hij terug aan de tijd van Sinaï daar de wet gehad. Waarboven staat, ik ben de Heer uw God. Die uit Egypte land, uit het diensthuis heeft uitgeleid. Nou even kijken hoor. Ik weet niet precies waar het staat. Ik heb van de week gelezen. De Heer zegt van zijn volk. En ik zal kort zijn. Als een vrouw overspel bedrijft, ontvangt ze hoerenloon. Maar jullie hebben je hoeren, lopers, betaald. Dus je hebt degene waarmee je overspel bedreven hebt, in plaats dat je daar loon van kreeg, heb je ze uitbetaald. Was dat nou geestelijk? Daarom zegt de Heer tegen de leden van die oude kerk. Hij zegt, twist met uw liedermoeder. Twist omdat zij mijn vrouw niet is. En zij uw moeder niet meer is. En ik haar man niet meer ben. En nou, dat dringt allemaal tot Jona door. Ze hebben de hitte dus van die wet doormaakt. Gebod op gebod. En regel op regel. Hier een weinig en daar een weinig. En Gods geest wijkt. Mijn geliefde, geldt dat niet voor onze dagen. Hè? Nee, zoek er niks achter. Maar de een is trots dat hij toch nog hier lid is. En de ander is trots dat hij toch nog daar lid is. Je zult wel zeggen, kom je weer? Ja, ik kom. Maar de Heer is geweken. Met een heilige geest. Want ik ga wel vragen, vertel eens. Wat heb je gisteren meegemaakt? Of eergisteren? Als je nieuwsgierig bent, mag ik dadelijk ook komen vragen. Of je mag van de week een brief schrijven. Want waar stilstand is, er is achteruitgang. En dan weet ik wel, wat heb je wat je niet ontvangen hebt. En wij kunnen de gave Gods niet afdwingen, dat weet ik allemaal wel. Maar als de hemel nou gesloten is, en het blijft hier van binnen zo dood, zo door en zo koud, brengt dat nou nooit eens tot onderzoek.
kun je dan altijd maar op die oude droesem blijven zitten. Maar we gaan verder. En nou ziet Jona dat de Heer wijkt. Want Jona heeft voor Jeruzalem geen boodschap. En hij moet naar Nineveh. En hij stond er boven de weg. Ik ben de Heer en uw God. En het volk laat die God in de steek. Die als het ware als een man met de kerk als zijn vrouw getrouwd is. En bedrijft overspel met de afgoden. Dat is geestelijk. En dan moet Jona de duif als het ware wegvliegen. De Heilige Geest. En die daalt neer om een stad. Ter elfde uur. En wat zegt de Heer van die stad? Ze weten, de stakkers weten, geen onderscheid tussen de rechter en tussen de linkerhand. Nou, en dan een prediking zonder één korreltje terug. En God komt erin mee. Die mensen eten die preek van Jona op. Als koek. Er valt geen woordje van op de grond. Ze zeggen dat is waar. En ik heb de laatste keer gezegd. Ze gaan niet in het leven van Jona zitten vroeten. Of dat het een man is die overboord gegooid is. Opgeslokt en weggespuwd. Daar hebben ze het heel niet over. De Heer komt er in mij. En Jona zegt nee. Zijn oog is boos. Omdat God goed is. De hitte desdaags meegemaakt. En God gaat ze voorbij. En nou ontfermt hij zich over de blinde heidenen. Ik zie dit eigenlijk ook in adventlicht. Dat wil zeggen in het licht van de komst van de Heer Jezus. Waarom zal ik u zeggen. Jona. Ga dus op een afstandje zitten kijken. Hij denkt misschien. Nee. Het gaat hem niet om de dood. En om de verdoemenis van die mens. Nee. Maar hij is jaloers, Jona. Jona heeft verdriet. Jona is eigenlijk boos. Hij is niet alleen boos op God. Maar hij is boos op zijn eigen volk. Dat is genade. Hij is in wezen boos op zijn eigen, op die vrome Jood die hier van binnen zit en dan ga ik je bewijzen. Jona, is uw toren billijk ontstoken? Hij zei ja, billijk, tot de dood toe. Want wat is er gebeurd? Hij had een afdakje gemaakt, want hij zat er ergens op een afstandje te kijken wat er met die stad gebeurde. En de Heere zegt, wacht. Jij hebt zo'n verdriet. En dan zal ik dat verdriet. Anders zie je het. Als Jona daar bloeddorstig had gezeten. Had de Heer nooit getracht om te troosten. Maar lees het me nou. De Heer laat in één nacht een wonderbouw opschieten. Omdat Jona beschut. De tegenwoordigheid. Het wonder Gods. Zou ervaren. En dan heeft hij het naar zijn zin. Hij denkt, nou, dan denkt de Heer toch in elk geval nog aan mij. En de Heer zorgt voor me. Maar intussen blijft ze toch kijken naar de ondergang van Nineveh. Jazeker. Ze hebben soms ook zo'n wonderboom waar je onder zit. In welk schaduw je jezelf koestert. Ook zoiets wat in zo'n korte tijd zomaar omhoog geschoten is. Weet je wat ik daarmee bedoel? Wel, ik bedoel daar weer mee hetzelfde als waar ik mee begonnen ben. Een bekering. Maar niet uit God. Zal ik eens een paar van die wonderbomen noemen? Ben je soms van je leven wel eens hard ziek geweest? Dat je dat ze van binnen zeiden dat je moest gaan sterven.
En dat je toen tot de Heere geroepen hebt. En je bent wonderlijk beter geworden. Ja. En is dat nou je wonderbal? Nou, dat was een wonder hoor. Het was van de Heere dan. Maar het was de Heere zelf niet. Is dat nou je godsdienst? Die wonderlijke beterschap. Heb je wel eens in groot gevaar verkeerd? Dat je op een wonderlijke manier gered bent. Heeft de Heer op andere wijze wel eens onbegrijpelijke uitkomst gegeven? En dat je die dingen nou als een wonderboom gebruikt om onder te schuilen. Of nog wat, ik weet nog een paar van die struiken. Heb uw moeder misschien een belofte voor je gekregen dat je nog eens zou worden toegebracht? Nou, geloof er maar niks van. Dat is het veiligste. Want je moeder kan u niet bekeren. Dat zal door God en de mensen kan zich vergissen. Of heb je vader, is die zo stom geweest om je te vertellen dat hij een belofte voor je had? Maar dominee, praat je nou zo? Ja, daar praat ik zo over. Zijn allemaal wonderbomen. Het is een godsdienst zonder God. We gaan kijken. En we kunnen er ons allemaal onder vinden, hè? Ja. Ons kerkelijk leven enzovoort. Is goed. Maar ga ik iets eigenaardigs lezen? We lezen allemaal van die worm. Dat begrijp je. Maar er staat wat bij. Waarom staat daar nou bij? Dat die worm tegen de morgen stond, tegen de dageraad beschikt. Waarom nou niet midden in de nacht of half in de nacht? Waarom? Nou, dan had Jona die boom ook niet nodig. Maar precies tegen die morgen stond, daar heeft de Heer een bedoeling mee. De dageraad ziet op het opgaan der zon. En als de zon opgaat in het rijk der natuur, is het zo'n duidelijk beeld van het opgaan van de zon der gerechtigheid in het rijk der genade. Dat is de Heer Jezus. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat die worm, dit doet ons aan de Heer Jezus denken. Let maar op. Maar dominee, ben je dan niet mis om de Heer Jezus bij een worm te vergelijken? Staat toch in de Bijbel, Psalm 22, een worm en geen man van elk een vertreden. Maar als die worm, nou komt het, gaat knagen aan de wonderboom. Van onze bekering die niet uit God is. Misschien wel van God, maar het was God zelf niet. Dan vraagt hij niet mijn wil. Jona, daar ga je jongen. Niet mijn wil, maar de uwe geschied. En daar heeft de Heer Jezus de wortel van alle wonderenbomen doorgekraagd. Weg. Met alles wat van de mens. Weg met onze wettische dienbaarheid. Uit de werken der wet zal geen vlees behouden worden. Weg met alle godsdienst. Weg met alles wat van de mens is. Dat sterft in ene keer af. Gelukkig de mens. Die dat mag ervaren. Dat door het eenzijdig werk van die aanbiddelijke Heer Jezus. Zijn wonderboom. Gaat verdoren. Ik ga er wat bij zeggen. Toen de Heer Jezus, mag ik het zo zeggen, die wortel van elke wonderboom heeft doorgebeten. Toen sliepen de discipelen. Hij zegt, het kunt ge dan niet 1 uur met me waken. Het is gebeurd, terwijl Jona lag te slapen. Hij was innerlijk gerust. Hij had toch zijn wonderboompje.
En er was duidelijk daarom gezien de gunstige. Ja. Maar de Heere laat die wonderboom verdorren. Omdat hij met God alleen over zal blijven. Kom. Wat is er met uw wonderboom gebeurd? Kunt ge dan niet 1 uur met me waken? Dan ga ik verder kijken. Want na de worsteling in Gethsemane komt de kruisiging en de begrafenis. Want jij zal zeggen, hoe komt het dan dat u de Heer Jezus hier bij deze tekst had? Dat doet de Heer Jezus zelf. En dan gaat hij terug. En nou komt hij in Jeruzalem. Weer in dat godsdienstig Jeruzalem. En hoe noemt hij ze? Hij zegt dat overspelige geslacht. Daar heb je het. Dat goddeloze geslacht. Dat begeert het teken. En wat voor teken willen ze hebben? Ze willen een wonderteken hebben. Ze willen ook een wonderboom. Want ze willen hebben dat de Heer Jezus een wonder doet. Omdat hij zal bewijzen dat hij de beloofde Messias is. Terwijl hij het bewijs zelf is. De Heer Jezus hoeft zichzelf toch niet te bewijzen, want hij is het. Als Johannes uit de gevangenis bode zendt op de Heer Jezus. Ben u het nou of zij verwachten we een ander? Zegt hij tegen die bode, zeg maar, het is precies wat je ziet. De blinden de ogen geopend worden. De kreupelen die mogen weer lopen. De melaatsen worden gereinigd. En de doden worden levend gemaakt. Hij zegt, en nou willen ze een teken. Hij zegt, zal ze geen ander teken gegeven worden dan de teken van Jona de profeet. Wat wordt ermee bedoeld? Gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was. Wat wil dat zeggen? Wel, ik heb het toch verteld. Dat toen Jona overboord ging. We weten niet of dat hij die vis gezien heeft of niet. Maar dat is nooit een troost geweest. Nou, wij achter de geschiedenis staan, weten we dat die vis zijn behoudenis was. Maar dat komt vanwege het wonder Gods. Want natuurlijkerwijze was die vis een versnelde ondergang. Want die vis die slikt hem op, dat is helemaal geen troost voor Jona geweest. Geloof het maar niet hoor, die grote open bek. En hij erin. Dus Jona ging de dood in. Dat was voor hem de hel. Want hij ging overboord. En werd door de vis opgeslokt. Onder de toorn Gods. Hij proefde hier van binnen niets van Gods liefde. Nee, want het was juist de hand der tegenheid. Die Jona overboord deed gaan. En ja, in die vis. Daar komt de Heer over. Daar komt dat hij meegegaan was. Maar dan komt hij later pas achter. Nou, zegt de Heer. En nou zal hier geen ander teken gegeven worden. En nou krijgt hij hetzelfde onderwijs. Daar staat zijn boom. Hij heeft er niks aan gedaan. Het is van de Heer. Nou neemt de Heer het ook weer weg. Wat hij geplant heeft, dat rukt hij uit. Zelfs het ganse land. En dan gaat hij niet alleen door zijn bekering, maar dan zakt hij ook door zijn godsdienst heen. Daar gaat Jona. Kijk, en dat is nou eigenlijk de hele prediking. Want het is zo opmerkelijk dat de Heer Jona ter verantwoording roept. Hij zegt, nou wil jij wel hebben dat ik een boom, waar jij niks aan gedaan hebt, dat ik die ontziet. En daar een stad met meer dan 120.000 mensen, met een onsterfelijke ziel voor de eeuwigheid, die geen onderscheid zien tussen de rechter en tussen de linkerhand, die wil jij liever verloren laten gaan,
die wil jij niet gronde laten gaan om jou je zin te geven. Nee, echte nee. En daartoe, veel vee is dan een stuk vee wat nog leven en gevoel heeft. Niet veel meer dan een wonderboom. Voor we besluiten, zingen we eerst nog uit Psalm 25, het vierde vers. Zere goedheid kent geen falen. God is recht, dus zal hij de onderwijzing en die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden zacht gemoed in het erfrijk des Heer. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, het vierde vers. Geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Maar dan wou ik dan toch wel graag, voordat we afscheid nemen van het boek Jona, kort in het geheel samenvatten. Jona is naar de heidenen gestuurd, die geen onderscheid wisten tussen de rechter en tussen de linkerhand. En dan zijn wij van huis uit heidenen.
De apostel zegt, omdat de Joden de zaligheid verworpen hebben, is ze der heidenen geworden. Dat is groot. Dat is een wonder. Dat is een eenzijdig godswerk. Maar nou ga ik wat vragen. Zijn we nou intussen als blinde heidenen niet al net eender geworden als de Joden te Jeruzalem? Met al de godsdienst, met al de rechtzinnigheid, met al de plichten, het bleef maar aan de buitenkant. En de Heilige Geest, in teken van Joma, wijkt meer en meer. En zal ik u zeggen waar we dat aan merken? Ah, ik weet zeker dat ik niemand tegenkrijg. Als ik dat zeg, niet waar? Wel nee, anders had je vanavond hier niet gezeten. Dan ben je het met ons eens dat de Heer zijn geest meer en meer inhoudt. Maar nou krijgen we misschien ruzie als we erop doorgaan. Toestemmen doen we het wel. Maar wie heeft er nou smart over? Wie heeft er nou verdriet over? En nou zijn we zo goddeloos rechtzinnig geworden, dat we durven ijskoud te zeggen, als God er geen verdriet over geeft, dan hebben we het niet. Nou, wat gaan we nou doen? God de schuld geven. En we hebben allemaal een soort wonderboom. En de Heere weet het tussen God en je ziel, waar je schuiling onderzoekt. Maar is het ook houdbaar voor de eeuwigheid? Kun je de God mee ontmoeten? Denk je wel eens aan sterven? Denk je daar wel eens aan? We waren het er toch over eens dat de Heere met zijn geest meer en meer wijkt. Ik heb het er een zondag in Den Haag nog over gehad. En daar wil ik nou ook hiermee besluiten. Soms kan je het zo benauwd hebben dat je zou zeggen, zou het maar niet ophouden. Zou het maar niet ophouden. Want het is langzamerhand zo geworden, zoals het is gegaan met het volk Israël in de woestijn. Onze ziel walgt van die zoete spijzen. We zijn meer sensatiezoekers geworden dan Godzoekers. We zijn zo beledigd als onze kerk en als de godsdienst genoemd wordt, maar dat de God van hemel en van aarde beledigd wordt, daar trekken we ons niks van aan. Ik zal dan geen namen noemen. Maar ik heb vannacht nog naar een preekje zitten luisteren. Ik had per ongeluk een band in handen gekregen, omdat er andere preek op gezet moesten worden. Uit de meest zogenaamde rechtzinnige kringen. Maar voor mij is het vervloekt, heb ik vannacht al gezien. Het dorst die zogenaamde dominee te zeggen, omdat je nou hier belijdenis gedaan hebt en dat je nou hier lid bent, moet ik je als gelovige aanspreken. Daar zitten ze, twee vijanden van God. Hoeven we dan niet meer wederom geboren te worden? Is de werking van Gods geest dan niet meer nodig om God zijn zelfkennis te geven? En als er dan belijdenis gedaan wordt, dan wordt er ijskoud gezegd, we roepen u een welkom in de strijd. Of dan zou ik zeggen, willen welke strijd zijn we dat nou is? En weet je wat nou het godonterend is? Ik zou willen zeggen, de staat, zo gaat het u niet aan die over de weg gaat. We zwijgen maar en we proberen het maar goed te praten. We proberen het zelfs nog te verdedigen. Ja.
Zo ontzettend ver weg. En hoe moet het nou dadelijk? Als nou die wonderboom weg is. En die verzengende stralen van die zon der gerechtigheid ons gaat treffen. En die droge, verbrandende oostenwind van Gods toren. Waar wil u dan blijven? Zeg het nou eens. Zeg het nou eens. Waar wil u dan blijven? Het is zo bang. Het is zo ontzettend. En dan zegt de apostel Paulus in de Romeinenbrief: ik ga u een verborgenheid openbaren. En dan heeft hij het over de volheid der heidenen. We hebben dus hier vanavond eerst het wonder Gods. Dat de Heer, doordat de Joden de zaligheid verworpen hebben, is die zaligheid de heidenen geworden. En nou ligt dat getal wat uit die blinde heidenen bij horen, bij die heidenen horen. Laten we ons nou maar niks verbeelden. Al hebben we dan misschien een kerkelijke naam, dat heeft voor God niet de minste waarde. Die hebben we zelf verzonnen. Dat is allemaal mensenwerk. Ja, ik ben misschien scherp, maar je komt er wel achter. Huis. Ik kan er ook niks aan doen als we een beetje verder kijken. Misschien als u kan begrijpen hoor. Want als die wonderboom van Jona verdort, is die dak boven zijn hoofd kwijt. En daar vechten we tegen. We willen dat kerkelijke dak niet kwijt. En dan zeggen ja, daar heb je hem weer. Dat moet u tegen mij niet zeggen. Vertel, welk dak had Jona? Welk dak had hij boven zijn hoofd? Maar ga nog verder. Welk dak had de Heer Jezus boven zijn hoofd? Toen we gingen lezen en ze leidden hem uit naar buiten. Welk dak had hij boven zijn hoofd? Maar weet je wat nou de levende kerk toe verwaardigd mag worden om met hem mee te gaan? Buiten elke lege plaats, maar zit wat dan vast. Zijn smaad hij draagt. En toch, we weten niet wat we missen. We willen weliswaar geen smaadheid, maar heb je de zoetigheid van zijn smaadheid hier van binnen wel eens ervaren? Dan zeg ik nou, laat dan alle wonderbomen vannacht nog maar verdoren. Laat me dan alleen maar met God overblijven, maar ga verder. En als nou die volheid der heidenen zal zijn ingegaan, dat wil zeggen dat het aantal wat God van eeuwigheid beslist had om uit dat heidendom zalig te maken, als dat aantal nou vol is, wat dan? Nou, wat dan? Dan kan het niet meer. Dan is het voorbij. En weet u hoe dicht of dat we daarbij zijn? Hoe dicht? Mag ik vanavond voor een keer zeggen, nog 40 dagen. Misschien niet eens meer 40 dagen. En dan keert God de stad van mij en in uw leven om. En zouden we dan die God kunnen? En zouden we dan die God durven ontmoeten? O, het is zo donker. We proberen de ongerechtigheid niet alleen te bedekken. We proberen ze goed te praten. We proberen ze te verdedigen. Maar ik ga nog verder. Zonde schijnt geen zonde meer te zijn. Schuld schijnt geen schuld meer te zijn. En weet je wat er dan overblijft? Dan is nood immers toch geen nood meer. Nou een vraag recht op de mama. Kent u iemand die recht, die waarachtig om God verlegen is? Houd die maatstaf maar aan en begin bij jezelf. En vraag jezelf af, is dat dan bij mij zo?
En laat dan alles maar eens los. En laat het dan allemaal maar eens varen. Want wat het dan ook zijn mogen buiten God om, dat bed is toch te kort. En de deksel is toch te smal. We hebben een paar keer in ons leven de dood in de ogen gezien. En toen hebben we goed gevoeld dat alles wat niet van God was, nee, alles wat God zelf niet is, dat wegvalt. En dan die vreselijke majesteit Gods ontmoeten, dat zal wat te zeggen zijn. Daarom wordt het dus geen tijd om over de Ninevieten eens na te gaan denken en te schrikken als je hoort hoe het was in Jeruzalem. Dan luister ik naar de discipelen van de Heer Jezus. Als die spreekt over die hem zal verraden, dan zeggen ze, ben ik het, Heere. Dat kan geen kwaad dat je zegt, Heere, vanavond toe, als je op je knietjes legt, ben ik dan zo'n vrome Jood geworden. Die het zoekt in de wet, die het zoekt in de werken, maar wie ziel in wezen walgt van die zoete spijzen. Ja, die boos is, omdat God goed is. En dan ga je het ervaren, let op, ik zal het je vertellen. U zou dit waar gaan nemen. God breekt al de kerk af. U zal het zien, want het is er niet meer. En dan ga je het ervaren dat God ze van de straat opraapt. Ja, die moeten erbij. Weet je waarom? Ten eerste zich uit de heggen en uit de sterren. Die laatste. Dat zijn schapen die bij geen enkele stal horen. Die moeten toegebracht worden. En nou al die anderen die bij een stal horen, ze hebben vele vonden gezocht. Dat vond zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Wat is uiteindelijk dat teken? Dat de moordenaar mag binnengaan. En de brave Hendrik blijft buiten staan. En is hij genadig. En is ineens het hoofdstuk afgelopen. Ineens. Dat God zijn ontferming heeft uitgesproken. Over 120.000 mensen. Die geen onderscheid weten tussen de rechter en de linkerhand. En door zijn geest toegebracht. Of dat hij zeggen wil. Er gaat die boodschap. Maar die boodschap geef ik je niet mee. Maar breng dat bericht dan thuis maar over. Amen. O Heer, we lezen zo in uw eigen woord dat de mannen van Nineveh zullen tegen u opstaan in de dag des oordeels. Wat is het dan een ontzaggelijk voorrecht als wij door genade uit die godsdienst, uit dat gebod op gebod, die regel op regel en uit die vorm getrokken mogen worden. Als we dan buitenstaanders mogen worden, om dan buiten u te mogen ontmoeten. Geen wonderboom, maar de levensboom, die nooit verdort, maar wier bladeren zijn tot genezing der heidenen, en die zijn vrucht geeft op zijn tijd, elke maand. Heere, ga met ons mee, de onbekende toekomst in. Om uw grote naams wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 72, het 11e vers. Wij willen u nog bekendmaken dat we zo de Heere willen en we leven. Eerst volgende keer voor u open voor te gaan aan deze plaats. Tweede kerstdag 's morgens om 10:00.
tweede kerstdag, dus dat is 26 december, 's morgens om 10:00 aan deze plaats. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar. De wereld hoor en volg mijn zang met amen. Amen na 72, het 11e vers. Zend uw troost ons neer, drie ene God, u zij al de eer. Amen.